Bart Kovers, voorzitter van de Bertjes, visclub de Bertjes. We staan hier voor Café de Belleman. Donderdag 15 augustus heeft hier normaal een viswedstrijd plaats, alhoewel het is heel lang heel onzeker geweest. Ja, dus tot dinsdag namiddag 4 uur waren wij totaal niet zeker dat wij mochten vissen, want er was een visverbod. Maar de burgemeester heeft ons een kleine afwijking gegeven, dus dat wij dus mogen vissen, maar op eigen risico vanwege de blauwalgen. Willy Willekes, voorzitter Waterduivels uit Okehem. Jullie zouden normaal zondag aanstaande een viswedstrijd, een federale wedstrijd organiseren. Nationale federale wedstrijd voor Oost-Vlaanderen. Maar? Voor het ogenblik staan we nog altijd in beraad dat we ze gaan laten doorgaan of niet, aangezien hier in Eenhoven een verbod is voor te vissen. Vernam ik van de andere voorzitter, Bart Kovers. En wij weten niet goed wat we moeten doen met die wedstrijd laten door te gaan of niet. Ik neem aan dat men het niet doet voor het grote gewin. Vissers die doen dat voor het plezier. Ja, dus voor het plezier, de hobby, want wij zetten elke gevangen vis terug. Daarom is er ook geen gevaar, dus vanwege die blauwalgen. Ja. Dus moest je natuurlijk de vis opeten, dan zou de kans er natuurlijk in bestaan. Maar we zetten alles altijd terug. Jullie zijn niet de eerste wedstrijd die met dat verbod te kampen heeft? Nee, wij hebben over 14 dagen in Geraardsbergen een gehad die afgelast geweest is. Wij hebben zelf ons clubwedstrijd van verleden week zondag moeten aflassen. En nu is het een derde keer al dat wij het probleem hebben. Ja. Er is geen kans op verbetering de komende dagen? Moest het veel regenen, zou het misschien opgelost worden, dat probleem. Maar ik zie eigenlijk ook niet het probleem waarom er niet mag gevist worden. Want onze vis wordt toch ook niet meegenomen en wordt ook niet opgeeten. En wij komen bijna niet in aanraking met water. En jullie krijgen geen afwijking? We krijgen tot nu toe nog geen afwijking, nee. Allee, je kan maar hopen dat het misschien toch nog goed komt, hè? Ja, als we tegen morgenmiddag geen goedkeuring krijgen, denk ik niet dat we zondag de wedstrijd kunnen laten doorgaan. Ik als niet-visser leg me eens uit wat zo leuk is aan vissen. Ja, dat is een beetje zoals jagen. Hè. Dat is, je weet nooit niet wat je gaat bovenhalen of kunnen bovenhalen. Ook de compagnie, want we zijn met nationaal een 100 man. En iedereen kent iedereen, dus je ziet elke zondag elkaar terug. En het is ook het plezier van vis te vangen. Dat we weten dat we nadien gewogen wordt en teruggezet, altijd. Zit er vis hier op de dender achter ons? Er zit veel vis op de dender. Een wedstrijd wordt hier gewonnen met tussen de 25 en de 30 kilo op 4 uur. Zijn daar grote kleppers tussen of welke soorten zitten hierop? Ja, er zit alle soorten witvis, brasem, karper, voorn. Dat zijn de kleinere, de brasem kan tot 3-4 kilo gaan, karper kan zwaarder wegen. Dat is te zien op welke plaats het lotje dat getrokken wordt, waar dat je u mocht neerzetten. Ja. Dat speelt een grote rol. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.